nachten, toch de mooiste stad van het land. Al die Amsterdamse mensen, al die lichtjes avonds laat op het plein. Niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn. Daarna, ik knip een jokje, een broekje, een sok van de kleren en dan ophangen hier. Dit was het. Dit is mijn post. Ik ben Shiba. Ik kom uit Oeganda. Ik woon in Nederland bijna 4 jaren. En ik ben vroegtereen. Ik vind Nederland goed, omdat Nederland heeft sterk security, maar mijn land heeft geen security. Geen security en geen school water. Ik voel die object waslijn thuis, omdat als ik doe de wassen, dan start op de lijn, ik voel thuis. Dit was het. Ja, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ik ben Milo. Ik woon in Amsterdam. Mijn object is laptop thuis. Ik ben altijd op laptop. Vind ik goed. Dus bij de laatste nieuws en zo. Internet. Heb ik Nederland is een klachtland. Klachtland. Hardwerken. Hardwerken, heel goed. Accounts. Ik kom uit Marokko veel zon. Ja. Mooi computer, hè? Hij wordt steeds computer. Mooier. Want ik heb met een... Ja. Moet ik jou Ik ben Fayus, ik ben geboren in Marokko, maar ik kom uit Spanje, ik woon in Mallorca, ik ben hier voor mijn man, ik ben trouwen, ik houd heel veel in Mallorca, Nederland niet veel, ja, de weer is niet goed, mijn thuis is heel rust, familie en rust, familie en rust, ja, boeken lezen, dat is ook leuk, ja. Boeken zijn boeken, familie, ja. En rust is niet echt een object. Maar ja, maar misschien ik boeken lezen is wel rust, ja. Toch? Dat is rust. Nu ken jij dit. Weet je? Wat is jouw naam? Feyerdon. En waar kom je vandaan? Oost-Turkestan. En hoe lang ben je in Nederland? 1,5 jaar. Dus hoe oud ben je? 18 jaar. En wat vind je van Nederland? Dus je woont nu in Nederland. En waarom? Ja, Nederland is vrijheid. En vrij land. Zo leuk. Niet zo leuk dan? Ja, heel rustig. Ik vind het heel leuk.
Chinees is dat. Nee. Ik heb het 2 jaar niet gezien, mijn vader en moeder. Ja. Oh, ja. Telefoongesprek, allebei stoppen. Altijd, de politie komt er thuis. Zegt je vader en moeder in het buitenland, in Nederland. Je moeder is zanger. Mijn moeder is een heel grote zanger in China. Ook de zangeres. Ja, mijn vader in Nederland maakt een politiek probleem. Chinese politie altijd pakt mij naar de politiebureau. 6.000 euro, 7.000 euro, ik heb mijn vader gemaakt, koop het paspoort. Om het paspoort te kopen? Ja. Eerst komt de Turkije, daarna komt de Nederland. Ja. Ja, ik verder mijn dansschool. Oh, zit hij in een dansschool? Ja, hij danst. Hij is een hele goede danser. Ja, ballet. Wat voor soort? Klassiek ballet. Klassiek. Doe je dat hier ook? Hier ja. Oh, dat is goed. Oké, okay, dus ik ben echt aan het studeren op... op een schoolacademie, zeg maar. Ja. Goed zo. Dat ja, is leuk. Wauw. Maar waarom is een bed jouw taalsgevoel? Ja, de bed is er altijd voor mij. Nooit. Lekker slapen. Ja, lekker slapen. Ja, de bed is er gewoon altijd. Is er gewoon ja. Wanneer je rust krijgt. En, ja. Ja. Okay. Mijn dokter ligt ook altijd in de bed. Ja, dus je is niet rustig. Ja, ja hij komt moet... in de laten bed blijven rustig. Ah, nee, hij wil al lang nooit slapen. Nee. Hij slapen? Ja, kan niet slapen, daarom hij ook niet. Goedemorgen, dames en heren. Oh, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Hier dan maar. Ik kom uit Somaar. Ik ben in Amsterdam en in Nederland bijna vijf jaar. En ik heb kinderen. Ik ben terug. Maar nu, ik ben alleen staan. Ik heb een probleem met mijn land. Waarom ik kom hier in Nederland? Wij leggen Nederland ook een beetje vrij, omdat hij geeft een hand. Wat is jouw beurtaal? Ja, van de taal. Taal. Dus je hebt een taal? Ja. En dat is een taal in voel is chaos. Ja, daarom is het vrij voor. Ja. Dus dat is zeg maar een plant, zeg maar. Plant, ja. Dat voor jou geeft een taal is gevoel. Ja, ik ben bezig met u. Maar ik ben nog... Ik vind de loop in de grond altijd. Wat zeg je? Ik ben Oksana, kom uit Armenië. Armenië is echt een oud land, een mooi land. Ik ben getrouwd in Nederland, voor mij. Ook weer voor mij is de tafel, volgens mij, een tafelhuis en mijn gezin. Tafel, mijn gezin allemaal... Aan tafel, bij het eten. Voor het eten, dat is gezellig en mooi. Ja. Ja, het is Ararat. Dat is... De berg heet Ararat, hè? Die berg heet Ararat, hè? Noah. De boot, met de boot. Ja, boot. In deze... Ja, ze gingen boven op die berg. Ja, boven die berg. Ja. Stopt. Ja. Heel mooi. Snap je het allemaal? Die boot? Snap jullie allemaal? Noah en voor Elven ook. Oh, ik heb een meisje. Oh ja. Dat is hier dan een lasje van. Ik kom ook naar boven.
Ik woon in de Amstetten, ja. 13 jaar? Ja. Ik was 30 jaar oud. Ja. 30. Ja, het is heel lang aan de rust. En waarom ben je naar het Nederland gekomen? Ja. Omdat mijn man werkt meer. Dus ik vind het Nederlands is leuk. En, ja. Je vindt het Nederlands leuk? Ja. Oké. Okay. Dus ik ben blij dat je hier bent. Ja. Malcolm. Oké, en ze willen van de Beckstraat, dus die straat, die is eigenlijk heel oud, in 1928 of zo, of 1930 is die gebouwd. En die willen ze heel veel nieuwe winkeltjes, dat wil de gemeente. Maar het is de IJmer, de Alleskoplaatsen. Oh, IJmer doet dat, de woningbouwvereniging, ja, IJmer. Precies. De eigenaar van de huizen. Ja. Ja. Maar er gaan ook dingen weg. Dus er komen dingen bij, zoals die winkeltjes met die tas. Maar er gaan ook dingen weg. En een van de dingen die weggaat is bijvoorbeeld het moedercentrum van Dunja Zade. Ken jij het, het moedercentrum? Wat deed je in het moedercentrum met je kinderen? Als kinderen spinnen, ik zit met heel veel vrouwen koffie drinken. Ja. Niet om laten ja. praten. Ja. 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 Vond je het leuk? Ja, heel leuk. Ja, ja nu is het dicht. Ja. Ja. Vind je dit erg dat het dicht is? Ja, ja. Ja maar, dus ik vind het leuk, ja. Ja, maar nu is het dicht. Ja. Ik was goed gedaan. Vond je het leuk? Ja. Ja. En nu is het weg, hè? Ja. Vind je dat jammer? Ja, dat is jammer. Ik vind het vrouwen. Ja. Ja, er waren nog meer vrouwen hier in de klas die daar naartoe gingen. Ja. Maar die zijn nu niet hier. Ja, veel daarvan was ik van doen. Ja. Je kreeg ook veel informatie. Mensen helpen je als je een probleem hebt. Ja, ik was heel accorderen met Marokkaanse vrouwen. En zijn er in... Eindelijk jaar, want een half jaar ik leerde. Ja. Over de kracht. De vrouw moet kracht ja. hebben. Ja, juist. Ja. 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 Wie ben ik? Ja. Wie ben ik, ja. Ja, goed. Leuk. Ja. Jij bij jou iets in de buurt? Ja, bij papa ver weg, volgens mij was een herf, die heette ons huis. Ja, ons huis is ook weg. Ja. Ja. Ons huis schrijft feest elk jaar. Feest. Ja, feest. Groot feest ja, ook. En dat is ook niet meer, ja. Ik voel me thuis weer bij het spek, ja. Vind ik ook heel dat ze minder gaan. Ja. Het gebouwtje was de goed voor ons. Gaan daar zitten, wat drinken, ja. De kinderen spelen dat. Maar nu, ze moeten buiten blijven. Ja, precies.